Jeffrey, twee wedstrijden achter elkaar, twee verloren. Ja, dat zijn we niet gewend, hè. Dat is even nieuw. Goed, we wisten dat dit wel een heel zwaar weekend zou worden. Twee teams die in de eerste ronde eigenlijk ondermaats gepresteerd hebben. Die zich wel versterkt hebben de laatste weken. En waar gewoon veel kwaliteit in zit. En dan zie je ook gewoon vanavond, de eerste periode, worden we daardoor denk ik wel overklast. Uiteindelijk kunnen we niet ver genoeg terugkomen in de wedstrijd. Ik denk wel dat periode 2 meer gelijkwaardig was. Maar het was niet goed genoeg, nee. Nee, je was niet goed genoeg voor de punten. Dus je staat met 0 punten. Wat was er gisteravond gebeurd? Kon je er ook niet winnen in Duitsland? Jawel, ik was gisteren eigenlijk helemaal niet ontevreden over ons spel. Ik vond dat wij goed speelden. We hadden ook, we lagen boven in de schotverhouding. Ik denk dat we daar verzuimen om in de eerste periode 2-3 goals te maken. Want daar kregen we eigenlijk wel de beste kansen. Daarin zag je ook de tweede periode. Door wat straffen over en weer werd het gelijkwaardiger. En eigenlijk door de twee individuele fouten krijgen we gisteren de eerste twee goals tegen. Vandaag in de eerste periode ook. We houden zeg maar twee keer ons niet aan teamafspraken. Ja, en dat kost ons twee goals, omdat dan de tegenstander wel klas heeft om dat af te straffen. Nou ja, dat mag je niet maken. Daar zeg je iets van, we houden ons niet aan de teamafspraken, maar dat hebben jullie de afgelopen maanden toch wel gedaan. Ja, maar ik denk ook niet dat je nou in één keer moet suggereren dat we met een pet naar gooien of dat we het niet meer kunnen. Ik bedoel, we spelen gewoon in een competitie wat heel competitief is en aan elkaar gewaagd is. En daar zitten geen makkelijke wedstrijden tussen, vergis je daar niet in. En dat zie je gewoon vanavond. En ik denk dat het alleen maar benadrukt hoe goed wij de eerste seizoenshelft gespeeld hebben en wat we daarin bereikt hebben. En ja, weet je, en we zullen gewoon nu even een paar dagen, feestdagen moeten vieren en daarna gewoon weer aan de bak. En we zullen weer, wat je net zegt, die teamafspraken echt moeten nagaan leven. Hè. Zeker met het wegvallen van Lars is dat voor ons wel een steunpilaar die in alle aspecten zeg maar gemist wordt. Powerplay, penalty kill en de 5-op-5. Maar ja, we mogen dat ook niet gebruiken als excuus. Dus andere jongens zullen dat moeten opvangen en we zullen dat meer als team moeten op gaan vangen. Nou ja, goed, dan heb je nu een weekend dat je het eerste in het seizoen dat je 0 punten haalt. Ja, dat is even nieuw, maar ja, dat is wel de realiteit. En daar moet je mee leren omgaan. Ja, en daar moeten wij gewoon vanaf volgende week weer mee aan de slag. Want er wacht een heel belangrijke wedstrijd, die bekerfinale. Want daar wil je toch die prijs pakken. Natuurlijk, alleen denk ik wel dat een wedstrijd op zich is. Hè. Dat zijn twee finales, wat gaat om één wedstrijd. Dat is anders als wedstrijden gedurende het seizoen. Ja, maar je moet wel op tijd wakker zijn. Ja, maar ik denk ook, ik vond ons gisteren niet slecht. Ik denk dat je een beetje panikeert om nu te zeggen, je moet wakker zijn. Ik denk dat je ook gewoon de realiteit onder ogen moet zien. En die zag je vandaag. Den Haag was vooraf aan het seizoen gewoon de favoriet, hè, om alles te winnen. En die hebben gewoon ondermaats gepresteerd in het begin. En dan vind ik het heel makkelijk om te zeggen, je moet wakker blijven. Den Haag is gewoon een goede ploeg en doet niks af aan hun en ook niet aan ons. We hebben vandaag wel gewoon gestreden, ondanks dat we 4-1 achter stonden. Alleen is het deze keer niet gelukt, wat voorheen wel lukt, om vanuit 3 goals terug te komen in de wedstrijd. Nou ja, dat kan. Dat weet je ook dat niet continu gaat lukken. Maar goed, we zullen wel weer aan de slag moeten. Wat heb je in Ten Jacobs gezien om hier in geleend te spelen? Ja, ik denk dat je vandaag wel zag met de goal en assist dat het wel een toevoeging is voor ons, zeker in de breedte. Hè? De jongen heeft energie, is snel, speelt goed zeg maar, ook in opdracht van het team en dat binnen 2 trainingen deze week. Dus dat is goed om te zien. Dus ik denk dat zeker wel een welkome aanvulling is, zeker nu Lars nog weken eruit ligt. Nou ja, goed, weet je, het is wel fijn om te weten als dadelijk die jongens terugkomen, dat je in de breedte dadelijk, mits iedereen fit blijft, wel sterker wordt. Oké, dus na de kerstdagen alles gewoon weer oppakken en dan misschien weer het oude recept? Ja, ik snap niet zo goed waarom je nu een paar keer dit suggereert, want voor mij is er niet veel aan de hand. We hebben gewoon 0. Nee, prima hoor dat je dat zegt. Ja, ik bedoel, waarom zou je panikeren? Ik bedoel, we hebben nu een prima seizoen gedraaid en we hebben een iets minder weekend als je kijkt naar het resultaat. Maar nogmaals, ik vond ons gisteren gewoon goed spelen. Alleen belonen we onszelf niet. Nou, vandaag was het inderdaad wat minder. We hebben ook te maken met gewoon een hele sterke tegenstander. Ja, en inderdaad, na de kerstdagen gaan wij gewoon weer werken aan verbeterpunten. Nog een boodschap voor de fans? Ja, zeker. Voor iedereen natuurlijk fijne feestdagen en...
Blijf gezond en dan zien we elkaar volgende week weer.